NAC moet oppassen met die terugspeelballetjes op doelman John Achterberg, want die zijn niet steeds op maat. En de PSV'ers zijn fel. Dit was Hens van Arnold, en hij mag doorgaan. Abdeloui, die is wel een coole, dat is wel een coole. Kijk maar! Hoho, daar gaat hij erin. Abdeloui, juweel van een paas van Graham Arnold. Goed in de voeten gespeeld van Abdeloui. Arnold. Leg hem maar neer, jongen. Hup, daar komt Abdeloui. Prachtige traptechniek. Buitenkant schoen geschoten. NAC leidt met 1-0. Ik kan het niet eens onverdiend noemen. We hebben 20 minuten gespeeld. Nogmaals die goal. Schitterend. Cocu. Niels. Terwijl Eikamp diep gaat. Fit maar goed. Gaasbeek. We gaan door. Balverlies bij Gaasbeek. En dit is een kans voor PSV. Niels. Achterberg. Jong. En miraculeus, die bal wil er niet in voor PSV. Wouters. Opnieuw Wouters en eindelijk is NAC uit de verdrukking. Eikelkamp blijft heel nadrukkelijk het speerpunt. De man die de ballen moet knikken dus naar Ronaldo en naar Niels. Dit is Ronaldo, doet hij goed. Admoricoro zit ernaast. Ronaldo. En Eikelkamp na een heel fraai werk van Ronaldo. Duivels op scheidsrechter Jol, waarschijnlijk omdat hij geen wissel mag toepassen. Bal diep, hey, overtreding maar. Daar gaat hij weer hoor, Abdeloui. Schepers gaat mee, Abdeloui, wat kan hij nog? Heeft hij de lucht nog om die bal erin te schieten? Speelde de bal wat te ver voor zich uit, zoals u zag. De meeste voor de goal van John Achterberg. Jonk. Wouters. Je zou zeggen dat is niet vol te houden voor NAC. Achterberg goed gestompt. Remy. Schepers. Helemaal alleen, omringd door vier spelers van PSV. Schepers. Schepers. Zal hij toch afmaken, zeg. Schepers. Moeilijke hoek. En een penalty. Jol besluit tot een strafschop. En een gele kaart. Nogmaals. Schepers. En dan is daar Niels. En dan is de overtreding. Ik weet niet eens hoeveel Niels was. Het had ook best waterreus kunnen zijn. In ieder geval gaat er een gele kaart. Ik dacht richting Niels. Nogmaals, de situatie. Nou, ga ik erop waterreus. Goed, net in de wedstrijd. Peter Remy. En dan probeert Numan Remy uit de concentratie te halen. Heeft Jol alle moeite mee om die spelers buiten de 16 te krijgen. Numan praten, die bal daar niet goed ligt. Kijk, Numan nog eens even wijzen. Zo ben je in de wedstrijd, zo mag je een penalty nemen. En dat doet hij feilloos. Peter Remy. En NAC leidt met 2-0. Dat is wat geflatteerd natuurlijk. Maar aardig is het wel voor de wedstrijd. Daar Waterus.
nogmaals die aanloop. Zenuwen, keurig in bedwang. Waterhuis komt er niet aan. Goed, we gaan kijken of PSV karakter kan tonen. Want anders wordt dit natuurlijk schot van afstand misschien. Krijgt de ruimte. Dus niet. Brusselers. Obstructie van Jan Wouters. En tweemaal geel betekent rood. Dat heeft Jan begrepen. Ik vond het dikwijls een zwaar gestraft hoor, maar ja. Numan protesteren heeft geen enkele zin meer. Nog eens naar de situatie kijken. Dit is Brusselers met de schijnbeweging. Nu gaat Wouters hinderen. Nou, het is een overtreding. Dag Jan, onder de douche jongen. PSV gaat door met 10 man. We hebben nog een kwartier te spelen. Daar gaat Jan Wouters. Speelt desniettemin een goede wedstrijd. Nou. Arnold, ja! 3-0, schermde die bal goed af, werd geduwd. En Graham Arnold zorgt even voor tijd voor een 3-0 winst. Voor NAC en Rijsbergen daar. Kan zijn geluk niet op. Kijk, Arnold schermt die bal goed af, daardoor komt Faber er niet aan. En dan de koelheid en dan zo inschuiven. En daar ben je een hele sterke spits. Man heeft ongelooflijk veel werk verricht, zowel in verdedigend als in aanvallend opzicht. En rond het knap af. 3-0 winst voor NAC. Het is wat geflatteerd, maar verdiend is het zeker. Komt er een publiekswissel voor de oudste speler van het veld. Ton Lokhoff, publiek gaat staan. Heeft hij verdiend. En wordt vervangen door Ruud Brood.